En de Daily Challenge is er weer. En we zullen zien waar het vandaag naartoe gaat allemaal. Nou, we zullen eens kijken. Wat brengt de eerste locatie ons? Dit is een brug. Dit is een brug in Rusland. Top. Fijn. Zou dit eventueel ook Oekraïne kunnen zijn? Dat vraagt mij nou af. Vraag mij nou oprecht af, want het ziet er niet uit als standaard Rusland, om het zo maar te zeggen. Even voor de grappes in Oekraïne zetten. Zullen we waarschijnlijk zien dat het waarschijnlijk gewoon Rusland zal zijn dan. Maar het ziet er niet, wat ik zeg, het ziet er buiten de taal ziet het er niet uit als Rusland. Dus ik ben heel benieuwd. Ook strepen in de weg. Dus. Het zou wel eens kunnen dat het inderdaad niet Rusland is. En als het wel Rusland is, dan denk ik dat dat ze vrijdag tegen. Hoe heet het? Oekraïne aanzet, zeg maar. Dus ja, gaan we even kijken of dat zo is. Sorry, ik ben een beetje verkouden. Dat is gewoon een dak. Ik dacht dat het ook weer. Hoe vaak heb ik nou inmiddels wel niet daken of busjes of whatever aangezien voor bordjes? Nou, zoals ik dit zie, wat ik zeg, het zou makkelijk kunnen dat het wel Rusland is, hoor, maar het probleem met het feit, het enige waarom ik denk dat het Rusland zou kunnen zijn, is omdat ik nog geen andere taal ben tegengekomen. Maar wat mij betreft hou ik hem gewoon alsnog op Oekraïne. Het doet gewoon niet Russisch aan. Het ziet er echt niet. Als ik dit zo zou zien, als dit mijn beginshot was, had ik echt niet gezegd dat dit Rusland was. Absoluut niet. Maar misschien Polen of wat hebben we nog meer gehad? Roemenië of een van de. Van de Baltische Staten. Maar echt niet. Rusland. We zullen het zien. Was het Rusland? Het was Rusland, ja. Damn. Oh, dit is niet Rusland in ieder geval. Dat is wel fijn. Ja, dat is een snelheidsbordje. Dat is mooi, want dan weet ik gelijk. Oh, dat is geen snelheidsbordje. Dit is wel atop de highway. Dus ik denk dat dit sowieso wel Amerika is. Nou is de vraag waar. In Amerika. Serieus. Dat was toch gewoon. Was dat niet een bordje? Oh, hallo. Nee. Ik zie ook helemaal niks meer wat erop lijkt, zeg maar. Dus, oh, misschien dat het dit was. Denk het wel. Ja. Even kijken, litter cleanup. Fraternity. Eagles. Bethany.
Nope. Dus... Oh mijn god, waar zou dit kunnen zijn? Ik ga even... Pure gok. Ik gooi hem in Nebraska weg. Maar ik heb echt totaal geen idee of dit Nebraska is. Dit kan ook makkelijk Maine. Dit zou zelfs Kansas kunnen zijn. Ik ben nou in één keer heel erg geneigd om mijn Kansas weg te zetten. Huh. In één keer heb ik zo'n gevoel van... Oh, dit zou... Excuse. Zo. Dat ging even niet goed zoals gewenst. Ja, dit zou Kansas kunnen zijn. Wat ik zeg, het zou ook Nebraska, South Dakota kunnen zijn. Nou, South Dakota niet, denk ik. Nou, toen net dacht ik dat het geen Rusland was, maar goed. Het zal in ieder geval niet zo erg zijn als Maine, California, want dat verschil is veel groter dan wat ik hier heb. Waar het ook uiteindelijk eindigt. Het zou Wyoming kunnen zijn. Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. We zullen het zien over 3 seconden. Waarschijnlijk. Oh. Ah, het was Missouri. Nou, ik denk als ik hem in Nebraska had laten staan, dan denk ik dat het ongeveer even ver was geweest. Dus wat dat betreft was het niet echt een nadelige wijziging. Kijk, dit is nou typisch Rusland. Damn, zeg. Nou, daar gaan we punten. We zetten hem hier wel even weg. Ja, want ik ga nooit van zijn leven raden wat dit is. Dit zou ook Oekraïne kunnen zijn. Wat dat betreft... Dus dat is ook niet... Ja, nee, ik denk wel dat dit wel Rusland is. Ik denk wel dat dit Rusland is. Chevrolet. Ik probeer... te kijken of ik dingen kon ontdekken die mij wijzen... op waar ik ben. Ik zeg, het is gewoon niet makkelijk omdat, hoe heet het? Omdat zeker op een aantal punten Rusland en Oekraïne gewoon veel op elkaar lijken. Nogmaals, dit zegt mij meer van, dit is Rusland. In plaats van, dit is niet Rusland. Zul je zien dat dit dan waarschijnlijk gewoon Oekraïne is, maar goed. Hè? Yay, dat gaat wel goed komen dan. Ah, en ik zit op zo'n weg. Why? Waarom is Rusland wel up-to-date? Maar is bijvoorbeeld Amerika, heb je daar nog gewoon locaties zitten die gewoon echt... uit 2017 komen. Je zou toch denken dat het gewoon allemaal up-to-date is. Maar ja. Schijnbaar is dat... toch wel raar. Ja, kijk, als ik dan weer hier kom... dan zeg ik weer van... nou... weet je, ik neem het risico maar gewoon. Dat heb ik toen net ook genomen. Waarschijnlijk zal... wat ik zeg, waarschijnlijk zal dit dan wel weer... nieuw Oekraïne zijn, want hè?
zo werkt het wel. Ja, kijk. Dit is alweer echt zo typisch Russisch. Zo'n kruising zonder strepen. Dus, ik weet het niet. Het is rond dezelfde omgeving als die andere. Dat is wel opmerkelijk. Dit is, ik denk dat het Europa is. Vraag is waar. Ik wil zeggen Frankrijk. Nee, ik ben blij dat. Nou zegt die vlag natuurlijk niet alles. Maar. Ja, kijk, want er hangt dan wel weer een Europese vlag. Nou, ik wou zeggen Frankrijk of Zwitserland eventueel. Nou, dat is inderdaad Frans. Maar weet ik dat ze in Zwitserland natuurlijk ook wel Frans spreken. Daar niet van. Maar... Ah nee, het is inderdaad Frankrijk. Hupla. Mooi. Waarom is Saint-Tropez die kant op? Dat is raar. Dat zou ik eigenlijk niet verwachten, eerlijk gezegd. Pardon. Maar daarom... Zo, tering zeg. Er is gewoon iets verkeerd geschoten in mijn keelgat, denk ik. Woehoe. Nou. Ja, dit kan echt overal zijn, denk ik. Oh, wacht, dit is natuurlijk een treinstation. Echt waar? Op de andere borden... Merde. Reichshoven. Ha. Zou dit dan toch Zwitserland zijn? Of zou dit gewoon heel dicht tegen Zwitserland aanleggen? Tegen Duitsland aan. Kijk, want dit is ja .fr, dus het moet Frankrijk zijn sowieso dit. Maar dit werpt me even van mijn apropos af, zeg maar. Het is Frankrijk. Zou het dan gewoon tegen Duitsland aanliggen? Nou, kijk. Ik ben blij dat dat in ieder geval uit mijn brein ontsproten is, want anders dan... had ik wel een ander probleem gehad, denk ik. Ik denk dat dit Mexico is. Dat zeg ik met name door de snelheidsbord. Ik denk dat dit Mexico gaat zijn. Maar wat ik zeg, dat is puur eventjes gebaseerd op een snelheidsbord. Let's see. Is het inderdaad Mexico of is dit iets anders? Wat ik zeg, voorlopig wat ik zie, heb ik niet het idee dat het eerlijk gezegd Mexico is. Maar ik heb ook geen idee wat het wel zou kunnen zijn. Ik hoop eigenlijk gewoon een URL ergens aan te treffen. Of een andere naam, zeg maar. Iets verduidelijkends.
Tacos El Apache. Wat doet dat? Wacht, zeg jij. Zij. Alto. Alto. Zapata. Nou, Emiliano Zapata, dat. Kijk, ik zeg niet dat het niet kan. Ik bedoel, in Nederland hebben we ook een president, Kenny de Lama, et cetera, et cetera. Maar Zapata is natuurlijk wel een heel belangrijk figuur in Mexico. Dus, La Cuenta. Wat is dat? Er staat iets op. Is dat highway? Oep. Eén stapje naar achter, alsjeblieft. Kijk of ik het kan zeggen. Mexico, nummer 16. Weg nummer 16. Kijken of ik die kan vinden. Ik heb nog 40 seconden tijd. Weg nummer 16. Waarom ik hier ga kijken, ik weet het, is heel idioot, maar ik heb het gevoel dat het misschien hier wel ligt. In plaats van hierboven. Ja, hier liggen wel allemaal de hogere nummers, zeg maar. Dus, dit is 15. Dit is 16. Ik ga hem even hier wegzetten. Cuenta Chihuahua. Dus, het kan wel. Zou het dit zijn? Junta. La Junta. Dat is wat hier staat. La Junta. De, ja, ja. Yes! Oh, man! En dat allemaal in de laatste momenten. En dan vind ik dat ik met, oh holy shit, joh. Eigenlijk, hè, met twee Russische keuzes die gewoon totaal niet on point waren. Met een keuze waarbij ik in de verkeerde staat zit. Dat die 19.000, dat eigenlijk best wel een hele, hele goede score is. Wat ik zeg, de rest zal echt wel hoger hebben, hoor. Dat snap ik ook echt wel. Maar het valt trouwens ook wel mee. Oh, dat was niet de bedoeling. Even kijken. Ja, ik wou het zeggen. Want ik begin hier al in de 20.000 te druppelen. Daar ben ik, 27ste. Maar serieus. Zeker met die twee keuzes in Rusland, die gewoon fout waren. Als je gewoon eigenlijk kijkt, dat die laatste drie, dat gewoon, of die eerste drie, niet die laatste drie, die eerste drie, dat die allebei niet boven de 4000 uitkomen, en dan nog 19.000 hebben, het is echt een hele goede ronde geweest, moet ik zeggen, met twee van die missers, en dan gewoon nog zo'n goede score hebben, holy shit. Nou, misschien dat het morgen nog dan wel weer slechter wordt. Dat zien we dan weer wel. Maar ik zeg tot morgen.